cameras come. What about with YouTube? You want to rap? What kind of rap do you want? You know, I call Dr. Dre or what? Dr. Dre, man. Dr. Dre, you know? Yeah. Everybody, you know, in the time, you know, we smoke weed every day, yeah? You smoke weed every day? I'm gonna give you the beat, you gonna rap for me, right? Come on, bro. No, bro, man. Come on. Like, everybody's watching, man. No, everybody checking, you know? You know, I love rap, you know, I'm a Chinese like you. I'm a Chinese nigga. Can you give me a freestyle, man? A freestyle? Yeah. I'm gonna give you a beat. Give me some beat, then. Hey, bro. Thank you, bro. Bro, you playing with me, bro. You playing with me. Come on, bro. You playing with me, man. You playing with me. Don't play with me, bro. Hallo. Welkom bij AMX TV. Samen met Mas, Marie, Amber en Zoe. Yo, beste kijkers, welkom bij AMAX TV. Show boy AMAX. Ik sta weer op de mer. Ik ga weer al vragen stellen. Doe even een blaadje omhoog. Volg me op Instagram, volg me op Snapchat. Links in de beschrijving. Peace. Bad boys of nice guys? Toch wel een mengeling van de twee. Nou, als je één van die twee moet kiezen dan? Dan toch nice guys. Nice guys, waarom nice guys? Oh. Ja, bad boys. Ik wil niet dat die hier zo... Tauwje raken. Beetje gangsters. Zeg maar, de bad boys. Ja, ik weet niet, dat is niet mijn... Zou je ooit een bad boy daten dan? Of ben je ooit samen met een bad boy geweest? Nee, ik ben nog met niemand samen geweest. Oh, dus boys mogen jouw DM sliden? Nee. Nee, dat... Nice guys of bad boys? Nice guys. En waarom nice guys? Wat is er zo leuk aan nice guys? Ik weet niet. Altijd beter, ja. Altijd beter. Minder problemen. Minder problemen. Ja. Wat doen de bad boys of nice guys? Geen van de twee. Nee, je moet eentje kiezen. Als je een van die twee moet kiezen, wat zou je dan kiezen? De eerste. Wie dan? Zeg het zo. Bad boys. Ja, ik ben het eerst met Amber. Ook nice guys. Yes, waarom wel? Ja, gewoon. Zo te veel er rond meneer. Allemaal niet nodig. Meneer. Dus de bad boys dan zeg maar, die brengen meer problemen, of wat? Ja, kan wel. Kan soms. Gewoon een goeie, meneer. Goudhart. We wensen bij iedereen toe alles wat we nodig hebben. Ben je ooit met een bad boy geweest? Meneer, nee, we zijn allemaal nog singer for life. Ja. Bedriegen. Bedriegen. Dus jij vindt dat de meeste van de bad boys fat boys zijn, of wat? Ja. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Anders zit je geen bad boy, hè? Dus al die bad boys en fat boys. Meestal wel, ik denk van wel. Ik denk van wel. Zou je ooit misschien een bad boy daten? Daten wel, maar niks serieus gewoon. Niks serieus. Ja. Okay. Jij ook nice guys of bad boys? Ja, nice guy, maar mag wel. Ik vind, het mag bad boy zijn, maar niet te veel air. Dat klopt, hè. Hij moet wel manieren hebben, hè, vind ik. Hij mag ze wel een beetje zo van, hé, yo, maar hij moet wel lief blijven en hij mag niet hard over zijn eigen weten. Nee, dat wil ik geen niet. Nee. Oh, meneer. Hij mag het weten, een bekken van zijn eigen, vind ik, maar ook niet dat je het zo ziet van allee. Fuckboy-achtig. Nee, dat mag niet. Nee. Dus jij zou nooit een fuckboy weten? Fatboy nog wel. Ja, ik weet niet. Fatboy of fuckboy. Ah, fuckboy. Nee, dat doen we niet. Jij misschien een fuckboy? Ik weet dat niet, die moet je temmen, snap je? Maar voor mij is dat met u, hè? Die moet je temmen. Dus ik bedoel, niet dat jij, snap je? Je moet naar hem luisteren, maar hij moet ook naar jou luisteren. Alright. Jij, yeah, nice guys of bad boys? Bad boys, man. Bad boys, waarom bad boys? Ze zijn gewoon... Ja, ze zijn gewoon je ouders. Toch? Dat is toch, of niet? Bad boys. Ja, toch? Die coachen jou. En klaar. Goeiedag, hè. Doei. Bad boys en je ouders. Ja. Ja. Fuckboy. Ja, ja. Kan je misschien eentje gooien? Dan nog, we gaan geen naam noemen, dat doen we niet. Dat doen we niet voor televisie. Nee, tuurlijk niet. Je hebt gelijk. Alright, is goed. Zal wel zijn. Misschien wel iets doen. Nog een andere vraag. Kat. Ben je ooit samen geweest met een bad boy? Nee. Dus je bent nog steeds op zoek naar een bad boy, of wat? Nee, ik ben er niet naar op zoek. Maar daten mag wel, maar gewoon geen serieuze relatie of zo. Geen serieuze relatie met de bad boys. En jij? Zou je misschien ooit een bad boy daten? Misschien hangt er vanaf. Hangt er vanaf. Ben je momenteel single? Ja. Dus de bad boys mogen ook sliden in jouw DM of wat? Kan. Bad boys of nice guys? Nice guys. Waarom nice guys? Gewoon, wat gaat jij doen met de fuckboy?
Maar ik zei bad boys, ik weet niet. Want veel meisjes vallen op bad boys en zo, of niet? Ja, dat is. Dat en waarom vallen veel meisjes op bad boys en zo? Waarom denk je dat? Ik weet dat niet. Ja, ik weet dat niet. Dus. Je kan dat zo eerst niet weten, hè, dat hij boy zo is. Maar stel, je ex, zeg gewoon je ex. Is hij een bad boy? Was hij een bad boy of was hij een nice guy? Hij was een bad boy. Bad boy, toch was je samen met hem gegaan. Waarom? Ja. Je kan dat zo eerst niet weten, snap je? Als je zo langer bent met die persoon, dan ga je zo beseffen. Oké. Heb je nu een vriendje dan? Nee, ik ben single. Oké. Dus wat heb je tegen die nice boy, die bad boys te zeggen? Heb je misschien iets, een boodschap voor die nice boys en zo? Of die bad boys? Bad boys die moet gewoon stoppen, klaar. Stoppen met wat? Gewoon met bad zijn en meisjes gebruiken en zo. Dat doe je echt niet. Dat doe je echt niet.